Welkom bij een gloednieuwe serie op Shine Sprite. Het is tijd voor een van mijn favoriete games uit mijn childhood. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat de graphics heel slecht zijn. Dat was normaal niet. Er is no save game data van, dat is op zich niet erg. Ik ben benieuwd of dat in-game ook zo waardeloos is, want anders wordt het wel een dingetje. In ieder geval, we kunnen de World Cup nog niet doen. Wat we wel gaan doen, we gaan proberen alle kaarten te halen. Alle tovenaarskaarten. Er zijn er 105. Ik heb dat nog nooit gehaald. Vroeger dit spel heel vaak gespeeld. En ja, laten we gewoon even gaan kijken of het een beetje een leuke serie wordt. We moeten eerst een house kiezen. We hebben natuurlijk Gryffindor, Zwadderig, Hufflepuff en Ravenclaw. Ik weet dat de team special move van Ravenclaw 3 doelpunten geeft. En we moeten ze uiteindelijk allemaal doen. Dus dan begin ik gewoon bij Carlo Carnavassen. En dan gaan we wel eventjes kijken. We moeten ze toch allemaal doen om al die kaarten te gaan halen. Ik hoop dat het een beetje werkt op de PC, maar ik denk het wel. Malcolm Priest. Nou, dat is fijn. Let's go. En we moeten dus deze oefeningen zo goed mogelijk doen om alle tovenaarskaarten te krijgen, zeg maar. Kijk, die was geel. Dus we moeten wel goed kijken waar we naartoe... gooien. Kijk, die was niet veel. Dat was niet handig. Nice. Oké, is dit goed genoeg voor drie sterren? Of voor drie kaarten? Ja, nice. Kijk, we continuen wel gewoon. 7 doen we onder zoveel tijd wel. Maar we hebben de eerste 3 tovenaarskaarten dus al binnen. How splendid. We've won our first Quidditch card. Kijk, nu kunnen we naar de inventory en dan kunnen we view cards en dan Hufflepuff cards. Kijk, oh, er zijn 105, want als je alle 104 hebt, dan wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. Als je alle 104 hebt, dan krijg je een 105e kaart. Kijk, je hebt nog special cards. Heb ik hier dan al kaarten van? Ik ben al die landen nog niet geweest. Specials? Nee. Wat daar namelijk raar aan is, is dat... ik heb 3 kaarten, maar kon er maar 1 vinden. Dus maar het zal wel. Laten we eens kijken. Laten we gewoon naar de volgende oefening gaan. Even kijken. De volgende oefening is Tackle and Shoot. Hello, my name's Heidi McAvoy. Tamara Perenboom in het Nederlands dan. Nu we spelen de Engelse versie. Even kijken. Tackling and shooting. Shooting is met B en tackling misschien ook. This is a one-on-one challenge between one of your chasers and a ghost. Edgar Cloggs is the ghost in question, and he's been hanging around the Quidditch pitch for as long as anyone can remember. Okay. Edgar was up. Hello, Cedric again. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the goal hoops. Do your best. Kijk, je moet goed kijken waar de keeper staat. Dat wordt straks tijdens de echte matches ook belangrijk. Oeh. Kijk,
Hallo. Nice. Kijk, we hebben hem meteen afgepakt. Meteen richting de doel. Hoppatee. Ik hoop dat we hem snel genoeg hebben gedaan voor de drie kaarten. Oeh, maar één gewonnen. Wacht, we gaan continue en dan gaan we kijken of er echt staat dat we alleen maar brons hebben. Zie je, we hebben hem niet goed gedaan. House record is 43 seconden 2. Dus we gaan hem opnieuw doen. My name's Heidi McAvoy. Nou, Tamara, give me some cards. We gaan natuurlijk voor die coole kaarten. Want we willen ze alle 105 halen. Dus daar gaan we ook voor. Dat is me nog nooit gelukt. Ik heb het ook nog nooit geprobeerd als ik heel eerlijk ben. En ik heb nooit zo heel goed wist wat de bedoeling was. Nu wel. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the goal hoops. Do your best. Dat is één. Hoppatee. Nou, we moeten makkelijk binnen het record. Nu krijgen we er twee kaarten bij. Oeh, één. Ben ik zeer benieuwd of we hem nu nog steeds niet hebben. Want dan ben ik wel benieuwd wat we moeten doen om wel te halen. Want we hadden hem nu best wel snel. Ja. Oeh, school record 27.1. Hallo. Die lijkt me best wel moeilijk. Maar we gaan het gewoon proberen. 27.1. Oeh, dat is wel fucking snel. Holy shit. This is a one-on-one challenge between... Hello, Cedric again. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the goal hoops. Do your best. Ah, ik had veel te traag. Hier, ik heb nog niet eens mijn tweede gescoord. Ah, hij heeft hem. Oké. Oh, we kunnen hem niet replayen. Dan moet ik hem afmaken. Dat is wel koud. We kunnen oefenen. Kut. Ah, hij zit wel. Ik ben benieuwd hoe 27 seconden moet gaan lukken eigenlijk. We zullen het gewoon blijven proberen. Dat is dus niet goed. Well done. You're really coming along. Retrieve the quaffle from your opponent using tackle, then attempt to score. This is a one-on-one challenge. Hello, Cedric again. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the goal hoops. Okay. We moeten hem opnieuw doen, want het ging niet meteen goed. Ik weet nog dat dit altijd wel een dingetje was. Net als de combo's. Straks moeten we combo's doen, die is ook lastig. This is a one-on-one challenge. Hello, Cedric again. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the goal. Do your best. Nee, hij heeft hem! Oh,
hij heeft hem, anders was ik een kutzooi. Okay. Ik wil hem nog een keer doen. Ik was nu very close. Jammer dat als je op start drukt dat er geen replay button is, zeg maar. Dat zou het een stuk makkelijker maken. Maar we moeten die golden card. Hallo, Cedric again. Don't forget, press the action button to tackle and the shoot button when you're in range of the golden. Do your best. Kom op. Ja, ik heb hem. Got it. Nice. A Quidditch card. I knew we could do it. Nice. We zeven hem ook meteen. In de eerste slot. Nice. Het is gelukt. Goed. Road Memory. Lekker bezig, oké. Carlo Kannewasser. Hallo, nice to meet you. Nu moeten we zoekertje spelen. Dit weet ik nog wel hoe dat werkt. Als je zeg maar de wedstrijd goed speelt. Oh ja, wacht. Dit is niet per se tegen iemand. Je moet eerst die balk, zoals je links ziet, moet je volladen. En dan kan je. Kijk, deze deel is top. Volgens mij heb ik alle drie de kaarten in één keer. Nice. Easy. Volgens mij komt onze eerste oefenwedstrijd, zeg maar. Het hoort wel bij, really well bij het schoolkampioenschap, zeg maar. Dat denk ik ook. Kijk, ik kan nog niet tegen de rest, dus ik moet tegen Ravenclaw. Let's go, onze eerste wedstrijd. Hufflepuff tegen Ravenclaw. Hallo. We hebben meteen een Quidditch card, zagen jullie dat? Kijk, hoppatee, 1-0. Je kan nog veel, veel vettere moves op een gegeven moment doen. Oh. Hoppatee, lekker in. Je kan deze wedstrijden soms zo domineren dat je als je de snaai niet haalt, zeg maar, dat je nog hebt gewonnen omdat je meer punt hebt. Maar kijk, wat je bovenin dus ziet is dat die snaai stukjes naar elkaar toe komen. En op het moment dat die bij elkaar zijn, dan komt de snaai vrij en dan kan je de snaai vangen. En door goals te scoren en door hele goede passen te geven, zeg maar, krijg je een heel stuk balk bij. En die balk die heb je dus weer nodig bij het vangen van de snaai om meer boost te kunnen genereren. Lekker. Kijk, we domineren nu. Maar het is nu ook nog als het goed is de makkelijke variant. En we moeten de World Cup sowieso een keer op een makkelijke variant halen. Voor de tovenaarskaart, zeg maar. Maar op het moment dat wij de tovenaarskaart hebben, dan kunnen we meteen een moeilijke variant. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een Firebolt heb gedaan. Dat is de moeilijkste moeilijkheidsgraad, zeg maar.
Oh, dat ging niet goed. Niet goed gericht van mij. Nice. Het gaat goed. We staan 100-0 voor. Kijk, we hebben op zich geluk dat, dat we special moves nog niet hebben geunlocked. Want de team special move van Ravenclaw is gewoon eerlijk. Dan scoren ze 3 keer. Applebee. Oh, Applebee is Tamara Perenboom. Ik wist niet dat het diegene die ik te straks had, dat Tamara Perenboom is. Lekker. Lekker. We gaan gewoon voor die high score. Dat gaan we ook als we straks de World Cup gaan doen. Zeker als we de novice versie nog doen. Dus de echt wel makkelijke, de Comet 62. Dan gaan we alleen maar dit soort wedstrijden spelen. Maar ja, dan moeten we gewoon een keertje doorheen. Kijk, en als we dan op een gegeven moment een moeilijkere versie doen, dan wordt het pas interessant, zeg maar. Want dan krijgen we ook doelpunten tegen. Maar dit is de oefen, de oefen. Echt, ik heb dit spel zo vaak gespeeld. Ik hou zo erg van deze game. Kijk, nu is de snaai aanwezig en mijn balk is groter dan hun, omdat hun veel minder goed gedaan hebben dan ik. Kijk, en je ziet nu Cho Chang ook niet bij mij in de buurt, omdat ik veel meer boost heb dan haar. Dus ik zit veel verder in de... verder in de splitstream van de snaai dan Cho. Kijk, nu heb ik hem. En nu zie je een filmpje. Pak hem! He's done it. Lekker, Carlo! Kijk, nu is Carlo super blij. Maar Cho niet. Cho is boos. Gefeliciteerd. Nice. 6 Quidditch cards won. Nice. Nou, ik denk dat ik best een soort van gedomineerd heb. Wat denken jullie? Denken jullie ook niet? We kunnen deze aflevering nog even wat meer doen. Oké. Hufflepuff's at the top. Hufflepuff is at the top. Maar wij zijn ook super goed. Oké, de volgende oefening is. Hi there, I'm Maxine O'Flaherty. Hallo. Oh ja, je hebt natuurlijk. Oh, je hebt natuurlijk ook beukers en zo. In this challenge, you'll be learning how to defend against. Hij om een beuker te launchen. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the plunger button and guide the plunger towards the target. Oh, nu moet ik hem proberen te avoiden. Nice. Oh. Nice. Is ik er hierheen? Nee. Weer avoiden. Nice. De laatste is daar. Nice. Snel genoeg toch? Brilliant. We've won some new Quidditch cards. Ik heb hem niet goed genoeg gedaan. Zie je dat? Hij moet sneller. Oké.
Je moet een beetje geluk hebben ook met hoe snel ze hem afweren. Dat is een beetje de narigheid, want dat heb je niet echt onder controle. In this challenge, you'll be learning how to defend against blood. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Ah, oh, nu ben ik geraakt. Nu haal ik hem sowieso niet. Nu moet ik strafletter krijgen. Damn it. Well done. You're really coming along. Damn it. Nou, nog een keer proberen. In this challenge you'll be learning how to... Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Goed. Maat! Hoezo slaan we hem dan niet weg? Nog een keer proberen. Nog een keer! In this challenge you'll be learning. Ja, ik weet wat we in deze challenge moeten doen. We hebben hem pas 100 miljoen keer gedaan. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Vermoeiend. Hi there. Hallo. Onder de 45 seconden. Dan moet hij wel snel ook weer zijn hoor. Maar dat gaan we proberen. In this challenge you'll be... Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Ik snap er helemaal niks van. En ze hadden echt een replay knop moeten maken. Maar ja. Hi there. Hallo. Learn how to use beats. Nou, dat komt toch goed. In this challenge, you'll be learning. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Was het snel genoeg? You've beaten the house record.
Nee, die was niet snel genoeg, maat. Sneller kon die bijna niet. Oeh, alles voor die ene kaart. Verdomme. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Vermoeiend. Vermoeiend. Maat, hoezo doet dit ding zo moeilijk? Hi there. Hallo. Zag je? Ik was er 0.1 was ik van er vanaf net. Oh, wat kut. In this challenge you'll be learning. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Ik word zo moe van dit spel, echt. Je hebt zeg maar geen invloed op wat die mensen achter je doen en die moeten hem wegslaan. Ik kan, dat heb ik niet in de hand, zeg maar. Dat zijn niet mijn knoppies. Hi there. Hallo. Oké. Nog een keer proberen, boys. Deze keer gaat het lukken. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Van weg. Van weg, boys. Vermoeiend. Ik vind het vooral vermoeiend omdat je er niks aan kan doen. Je moet gewoon geluk hebben of ze hem wegslaan of niet, of ze zin hebben. En dat hadden ze blijkbaar niet. Why don't they have sinning? In this challenge you'll be learning. Cedric here with a reminder. Use the broomstick control to explore the area. Press and hold the bludger button and guide the bludger towards the target. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.